Hey, superleuk dat je kijkt. Ik ben Jeroen van Dikke Lol en ik ga jullie een hele belangrijke tip geven hoe je alles kan leren tekenen. Want ja, hey, kijk eens even. Je zou toch ook wel zoiets willen maken, hè? De Mandalorian of Gandalf of hoe eens even kijken daar. Kijk eens even. Harry Potter. Ja, ja, ik heb wel. Ja. En nou, wat dan ook, hè? Hey, hoe ga je dat doen? Ik ga je het uitleggen, want we hebben te maken met een gevecht. Een gevecht tussen je hersenen en je ogen. Die twee die hebben het echt heel erg moeilijk. Ik zal je even uitleggen hoe dat komt. Kijk, bijvoorbeeld, hè, als jij de dingen bekijkt, dan is het toch heel anders dan dat je denkt dat het in elkaar zit. Hè? Dus bijvoorbeeld, je weet, een kubus heeft allemaal vierkante, kijk, allemaal vierkante zijden. Maar als je hem gaat tekenen in 3D, dan ziet hij er toch heel anders uit. Het is toch een heel andere vorm dan deze. En daarom, omdat wij het weten van, hey, een kubus, zo'n dobbelsteen, die heeft alle kanten. Die zijn vierkanten. Dus dan gaan ze heel vaak, gaat iedereen die dat wil tekenen dan, die gaat zoiets tekenen, bijvoorbeeld zo of zo of zo, en dan snappen ze er helemaal niks meer van, omdat wij eigenlijk denken van het moet vierkant zijn, het moet recht zijn, en dat lukt dan niet. Dus eigenlijk moeten we opnieuw leren kijken. Ga eens echt kijken naar de dingen, naar de vormen, en dan zul je denken van wauw, zet iets voor je, ga het eens even goed bekijken, bijvoorbeeld laten we eens eventjes kijken zo. Ik heb hier zo'n doosje. Kijk, even een doosje zo. Kijk, dan zie je deze lijn zo. Die loopt schuin. Zie je dat? En deze lijn loopt ook schuin. Dat zijn allemaal schuine lijnen. Maar toch is die doos rechthoekig. Dus ga zo alles eens even helemaal opnieuw bekijken. En dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. En dan leer je alles tekenen. Wil je nog veel meer leren tekenen of wil je heel goed leren tekenen? Ga dan even naar www.spunst.nl, want ik heb een online tekenschool. En dan kan ik je nog veel en veel meer uitleggen. Ik hoop dat je een leuke video vond. Ik hoop je eigenlijk snel te zien, want ik wil jullie heel graag van alles leren. Tot de volgende keer. Doei!